It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag spelen we een potje Team Damage op de map Hijacked. Ik wou voor jullie Domination gaan spelen, maar er was op dit moment helemaal geen Domination potje bereikbaar. Dus we gaan een keer Team Damage spelen. Ik weet dat ik doe vaak Team Damage, maar ik ga vaker voor jullie Domination doen. Als je de video van Tom nog niet, van mij en Tom van vrijdag nog niet hebt gezien, vergeet je natuurlijk ook niet eventjes te kijken en te liken, want die video is ook wel grappig. Dus we gaan kijken wat we nu kunnen gaan doen. Ik speel met SKH, Silencer en Adjustable Stock. En de Street UAV. Counter UV en de Orbital V-set. Let's go. Eerste kills binnen. Spelen met de Remington. Dat is niet leuk. En hij ligt daar te campen. Oh. Oké. Even kijken of wij de enemies eventjes vanaf de zijkant kunnen gaan backreven. Daar zitten ze dus niet, maar zit hij hier wel. En daar ook. Oh, mijn teammate is zo slecht. Mijn teammate killt hem niet eens. Hij had daar gewoon een triple door. Teammate, ga aan de kant. Als ze hier zitten, ga ik echt lachen, jongen. Dat is één. Ze proberen geloof ik in onze span te komen. Oh. Remington. Liggen. Nou, wat een hond, zeg. Jongen, hé. Maar we gaan 5-3 op dit moment. Er zit er eentje hier binnen. Zo, ik wou weten hoe hij die. Hoe hij weet dat ik daar zat. Maar we hebben geen UAV of zo, dus. Kom maar. Loop door. Kom op. Je kan ook in een zwembad klimmen als je dat leuk vindt. Let's go. Let's go. UAV is binnen. Kijk ook of ze met de counter UAV in de orbit op kunnen gaan halen. Zo, drie man hier. Let's go. Oh, wordt aan alle kanten geflasht, jongen. En dan is 6, heeft hij zo laag. Kom maar. Holy shit! Ik ben weg hier. Woe! Dit was even freaky, gek, hoe ik dit heb overleefd. Holy shit. Het zijn ook allemaal Nederlanders waar we tegen spelen. Zag ik net in de clan-tags. 070 is Den Haag. Daar woon ik natuurlijk. En ik ben dood. Even voor mijn V-set. Ik ga ze even muten. Kijken of ze wat zeggen. Maar what the fuck, man. Ik ben dood voor mijn V-set. Dat is niet zo mooi. Het is wel een beetje jammer. Maar dat kan gebeuren. Mag allemaal. Let's go. Even 100 gratis puntjes voor niks. Ja, even een shock charge kapot schieten. That's it. Oké, blijf jij beneden. Dan ga ik even naar boven kijken of ze via de span daaruit kan schieten. Maar ze span hier niet. Waar de fuck zijn de enemies, jongens? Is het camp of zo? Hier dus. Ik ben pro-block. Kut game! Waarom moet ik pro-block zijn elke keer? Fuck sake gewoon. Ik pak even deze MSMC op. Hij schiet ook steeds. Close quarters. Ja, dit zijn van deze kinderen. Dit zijn van... Dit zijn zulke homo's. Gaat hij met een Guardian naar boven zitten campen? Ja, dag. Ja, dag. Hij is dood. Let's go. Huppakee, wegwezen met jou. Als mijn teammates even een EMP aan hadden staan, hadden ze hem even kunnen killen. Go. We moeten dit even tegenhouden. Ai, ai, ai. We staan 17-8, man. We gaan gewoon even voor de win spelen dit potje. Want ze mogen niet gaan campen. Dat mogen ze gewoon niet doen. Zit er daar nog één? Voor mij is hij al dood door de C4. Ik weet niet zeker. Oh, Milo. Kak. Kom op, jongens. We staan wel voor. 10 kills staan we voor. Dat is prima op zich. Fuck off, mate. Geef me die MSC.
Oh, Samson, jongen, holy shit. Hoe de fuck kon hij me hebben daar zo? Tering gek. Dit is wel een leuk team damage potje, als we eerlijk zijn. Zo. Eerlijk is eerlijk. Dit is een leuk en spannend TDM potje. Kijk zijn arm uit zeker. Het enige wat jammer is dat ze een beetje aan het campen zijn. Kijk maar. Oh, let's go, we hebben al gewonnen. 22-10 is ons eindscore. En ik word herkend door Milo. Dus jongens, mocht je genoten van deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achter. Shout naar Milo natuurlijk. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Eindscore 22-10, best wel redelijk tegen deze mensen. En ja, leuk dat ik word herkend door Milo. Dus jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer mensen. Love.